Dit is het huis waar Saartje en ik wonen. Niet ver hier vandaan, aan de rand van het bos, ligt de herberg De Vergulde Kip. Een eindje verder in het bos staat het huisje van Zwiebertje. Dat is nu nog leeg, want hij is nog niet terug van vakantie. Als je hier vandaan langs een kronkelweggetje links afgaat, kom je terecht bij het kasteel van de baron. In de hoofdstraat staat het winkeltje van Piet van Dijk. Een eindje verderop staat het gemeentehuis van Ouder Angstel, zo heet ons dorp. Waar de hoofdstraat ophoudt, vlakbij het huis van de gemeenteveldwachter Bromsnor, begint de landweg. En als je die volgt, zie je op een bepaald ogenblik een molen waarin Zwiebertje zo nu en dan nog eens werkt. Daar komt Zwiebertje, daar is Zwiebertje. Onze Zwiebert met zijn ingedrukte hoed. Daar komt Zwiebertje. Kijk eens wat ik hier voor je heb. Oh, ik zit al aan de krabbels, meneer van Zwiebertje. Oh, geef eens gauw. Zo, alsjeblieft. Wat een gekke kaart. Wat zal de post wel gedacht hebben? Zeg nou, wat schrijft hij? Nou, dat hebben we lang gelezen. Ik zie het aan uw gezicht. Nou, eens nogmaals een keer voor, Saartje. Lieve Saar, bij deze Bij deze verwittig ik. Oh, wat doet hij deftig. Chique, hè? Bij deze verwittig ik jou van mijn komst. Hiep, hiep, hoera. Nog een paar nachtjes in de hooiberg. Morgen ga ik nog naar de boerderij De Meiboom. En overmorgen zit ik weer bij Knus bij jou. Bakkel je wat boterkoekjes voor me? Als ik dit schrijf, ruik ik ze al. Groetjes, je vriend Zwiebertje. Dat was het, meneer. Dus overmorgen komt hij weer. Oh, wat leuk. En overmorgen is morgen, Saartje. Wat zegt u nou? Ja, die kaart is gisteren verzonden. Kijk maar naar het poststempel. Kijk maar. Ja, dus overmorgen is morgen, morgen is vandaag en vandaag is gisteren. Ja. Dat is om in de water te raken. Dus aan het bakken geslagen, Saartje. Ja, meneer. Misschien blijft er voor mij ook nog wel een boterkoekeltje over. Natuurlijk. En als ik dat zeg, Saartje, dan ruik ik het ook al. Ik ben op het gemeentehuis, hoor, Saartje. Ja, meneer. Wat? Ja, hier gaan we eventjes lekker gezellig zitten. Nou, dankjewel. Nou, dan ga ik er met me hebben. Jongen, jongen, dat is een stapeltje. Kijk eens even dan. Dat is al lekker nij. Kaas. Nog even kaas. En een gebakken eitje. En nog een gebakken eitje. Het lekkerste bewaren we voor het laatste. We beginnen lekker met een boterham met kaas. Wat is er, waarom speel je niet meer? Sst. Kijk daar, hè. Hé. Ja, nou, en? Ja, tegen die boom aan. Ja? Daar zit een knaap met een grote stapel boterhammetjes. Ja, dat zie ik. Nou, en? Nou, en? Heb jij vanochtend wat genuttigd? Nee. Hoezo? Nou, ik ook. Jawel. Jij toch ook niet? Nee. Nou, daar zit mijn kameraad zijn buikje vol te proppen. Dat kan ik niet met droge ogen aanzien. Ongemeen. Nee. Goedemorgen, hè, kameraad. Goedemorgen. Een goeie. Gaat het wel, zo? Bedankt voor de belangstelling. Zo. Ja. Mogen wij ons even voorstellen? No. Ik ben Ulkie Wulkie. No. En mijn kameraad hier, die wordt een professor genoemd. Yes. Vanwege zijn nobele aanzien en zijn geleerde brilletje. Ja. Nou, maak het je makkelijk, professor. Ja. Strijk neer naast... Hoe heet jij eigenlijk? Ik heet Zwiebertje. Oh, aangenaam kennis te maken. Ja. Zo. Ja. Zeg, professor. Ja? Het kan die vent eten, hè?
Nou, 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 meneer weet er weg mee, hè? Nou, nou. Ja, en zo'n grote stapel. Nou. Ik word gewoon misselijk als ik er naar kijk. Nee, gewoon de andere kant uitkijken. Weet jij waarom ik misselijk word? Uh-huh. Hier, mijn kameraad en ik, die hebben nog geen kruimpje brood achter de kiezen. En jij zit jezelf maar vol te proppen. Oh. Ik snap het al. Hoor je dat, professor? Hij snapt het al? Ja, razendsnelle geest. Ja. Ja. Ik ben ook de kwaadste niet, hoor. Hoor je dat, professor? Ik hoor Hij is ook de kwaadste niet. Ja. Nou, ja. Nou, dan zullen we eens even kijken, hè. Wat zal het wezen, professor? Kaas of spiegelei? Nou, als ik het woord zeg, heb liever een spiegelei. Nou, kom maar, gebied! Niet zo opdringerig. Kom maar, nou. Alsjeblieft. Eén gemeubileerde kaas voor jou. En één gemeubileerde kaas voor jou. Dankjewel, dankjewel. En van mijn spiegeleieren blijven jullie af. Zullen we met kaas beginnen? Ja. Ja. Fijn. Zo. Proost, kameraad. Ja, niet zo, hoor. Wat zie ik nou? Heb je er met van? Doen we het dan met mijn kameraad en mij? Spiegeleitje. Nou, kom, alsjeblieft. Fikken van mijn... Spiegeleitje af, hè? Daar hebben jullie niets mee te maken. Trouwens, van wie zijn die boterhammen? Van je lui of van mijn? Ja. Dat is een vraag voor de professor. Nee. De professor? Ja. Wat zie jij ervan? Zijn die boterhammetjes van hummus of van ons? Ten eerste kunnen we dit gerust boterhammen noemen. Ten tweede, wij zijn drie kameraden, hè? Goed, dan zijn die boterhammen dus niet voor hem alleen. maar ook niet voor ons alleen. Dan zijn ze eigenlijk voor ons drieën. Hè? Dat wil zeggen dus, conclusie, eerlijk delen, Siebel. Eerlijk delen, kom jongen, voorop. Schiet op. Jullie weten niet eens wat je met die andere boter helemaal moet doen. Ja. Nou, nee, voor... wel mee. Ja, hier. Voor later, voor later. De, voor wat? Voor later. Helemaal voor eerlijk later. Is het natuurlijk niet. Noem je dat niet eerlijk? Je nou, zit ja, met goed. Vier boteren bij je handen. Professor. Ja? Alsjeblieft. Ah. Hier. Niet eerlijk. Ja, ga een beetje met mijn eigen te knoeien. Dankjewel, zeg. Nou, het is heerlijk, hoor. Ja, dan kan ik zeggen. Zo. Het smullen. Voor de hele week genoeg, hoor. Ja, dat kan maar weer. Nee, ik bunker een beetje vooruit. Heerlijk, hoor. Heerlijk ruikt het hier in het bos, zeg. Maak die. Heerlijk, hoor. En dan die boslucht nog erbij. Drukke praten zien jullie ook. Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Nee, natuurmensen worden we langzamerhand zo, hè. Weet je waar ik straks naartoe ga? Nee? Nee. Ik ben op weg naar de boerderij, de meiboom. Je meent het? Ja, de kilometer 10 verderop. Ja. Je wilt toch niet beweren dat jij wel eens werkt, hè? Hoezo? Als jij komt, is zeker. Hoor je dat, professor? Ja. Die knaap die werkt wel eens. Ja. Ja. Nou, dat is geen goede landloper, hoor. Het spijt me voor jou, hoor, Siebel. Maar een landloper met eergevoel werkt nou eenmaal niet. Noemen wij een ondertrouwer. Dan kom je jullie dan naar geld? Dat is helemaal het probleem. Zonder geld kan je niet leven. Dan ben je niet fatsoenlijk leven. Ja. Hij begrijpt daar helemaal niks van, professor. Nee, hebben we een groentje. Ja, toch leuk doorgedacht. Ja, kijk, ja. Hij begrijpt het niet, hè. Kijk, het zit zo. Je kunt de mensheid verdelen, hè. In verschillende categorieën. Wie, wat, bedoel? Ja, categorieën kun je verdelen, de mensheid. Kijk, ten eerste heb je dan de mensen die erg veel geld hebben. Die zijn zeer rijk, hè? Rijk van buiten, zal ik maar zeggen. Dat is een soort van uiterlijke adel, die hoeft ook niet te werken. Oké. Dan ten tweede heb je een groep mensen die hebben geen adel. Die hebben geen geld, maar die werken vreselijk hard om een klein beetje van het geld te bemachtigen. Dat zijn de zogenaamde burgermannetjes. Ja. En dat tenslotte, dan komen we bij de belangrijkste groep, dat is dan de echte adel. Ja. Hè? Die hebben geen geld, maar die werkt ook niet. Hè? Die zijn rijk van binnen. Hè? En die zijn zo vrij als een vogeltje in de lucht. Wat zeg jij, Ulk? Zo is dat. Maar leven jullie dan van... Je kan moeilijk van de wind leven. Ja, interessant. Leg het maar weer even uit, professor. Ja. Nou, kijk. De wereld, hè? Ja. Bult gewoon van het geld, hè? Oh, en kan je het niet uit je eigen zak halen, dan maar uit andermans zakken. Ja. Zo is dat, Siebel. Ja.
Jullie willen mij toch niet vertellen? Waar wil jij helemaal niks vertellen? Hier, de professor. Weet je, de professor die wil je alleen maar een lesje leren. Oh. Een landbouwer met een beetje eergevoel, die werkt niet. Nee. Ver beneden zijn stand. Maar ik weet het goed gemaakt. Jij gaat met ons mee. En wij leren jou het vak. Ja, ik ben jullie. Nee, ik pijs er niet over. Ik ga lekker zakken naar de boerderij. En dan ga ik in de hooiberg slapen. En dan ga ik morgen naar mijn vriendin. Wat zie je nou? En je vriendin? Ja. Leuk. Hoe je dat, professor? Ja. Het is een gewoon burgermannetje. Oh, meneer ja. Heet een vriendin. Ja. Zo. En wie is die vriendin dan wel, hè? Dat is toevallig de huishoudster van de burgemeester. Dan ga ik er neer eventjes van op, hè. Wat zeg je nou, de huishoudster van de burgemeester? Ja. Nou, kom nou, maak dat de kat nou wijs. Jongen. En hoe heet ze dan? En waar woont die chique vriendin van jou dan wel? Nou, niet zulke impertinente vragen, hè. Daar hoeft meneer Zwiebel niet op te antwoorden, hoor. Nou, het is helemaal geen geheim, hoor. Jullie mag het best weten. Een Saar. Heet ze, ja. En als ik naar de boerderij ga, waar ik nou straks naartoe ga, dan kan ik vanuit het raam kan ik net het torentje van het dorp zien. Niet te geloven, hè? Ja. En is het een goede vriendin van jou? Geweldig, de beste vriendin die ik heb. En zorgen dat ze voor me doet. Geweldig, altijd verse boterkoekjes gebakken en een kopje koffie. En als ik in geldnood zit, dan helpt ze me altijd. Ja, zomaar uit zichzelf. Ik hoef niet eens te piepen. Wat ja. Leuk, zei. En geef jij natuurlijk nooit je rug, hè? Niet teruggeven? Nee. Tuurlijk wel. Dat hoort toch zo? Zo. Ze heet dus Saartje, je vriendin. Saar, noem ik het. En Saar. Ze verwent jou altijd? Wat hij verwennen? Maar ik verwen haar ook, hoor. Nou, moet je hier wacht, zij eens even wat laten zien. Hier, kijk eens, dit heb ik voor mijn vriendin gekocht, een cadeau. Van mijn eigen verdiende centjes. Kijk eens. Jongen. Voor Saar, meneer. Jongen, zeg. Zo. Ja. Zijn dat echte stenen? Nee, stenen? Wat zijn er stenen? Ja, ik ga mijn vriendin stenen geven, kom je daar nou bij? Nee. Stenen hebben ze genoeg in de tuin. Juwelen. Wat zeg je nou, juwelen? Hoor je dat, professor? Nou, zeg, dat is toch wel een heel groot bewijs voor mij, hoor. Dat meneer Zwieber hier een eerbiedige en innige liefde koestert voor de dame in kwestie. Ja. Ha, mensen, ze toch niet zo. Huh? Wel, nee, ik mag er en zij mag mij. Zo, nou. Dat was dat. Nou, die juwelen Zwiebel toch niet met ons meegaat, professor. Dan moesten wij maar eens opstappen, hè? Ja. Goed, naar deze eenvoudige, maar zeer aansterkende maaltijd. We gaan weer verder op het pad van onze roeping. Beste vriend, brave borst, hartelijk dank voor deze heerlijke maaltijd. En tot ziens misschien. Ja, precies. Zwiebel, dat hebben we nog even gezegd, hè? Ja, nog eens. Bedankt voor je boterhammetjes. Ja, niks bedankt, hoor. Met plezier gedaan. Goed, hè? Ja, bedankt, hoor. Dag. Wat een rare kerel. Maar ja, ik ben ook een raar mannetje. Zo, even lekker buiten zetten, Sjako. Goedemorgen, Piet. Goedemorgen, juffrouw Saartje. Wat een heerlijk weertje, hè? Geweldig, hè? Ja, u bent er ook al vroeg bij. Ja, ik moet mijn boodschappen doen. Ja? Zwiebel komt morgen weer in het dorp. Oh, ja. En ik wou wat koekjes voor hem bakken. Ik heb een fijne aangezichtkaart van hem gehad. Wacht u even. Zal ik hem even halen? Niet vervelend zijn, Sjako. Heb je even tijd? Ja, natuurlijk. Zal even kijken of ik hem vinden kan. Ja, ik heb hem. Moet eens kijken. Wat zeg je me daarvan? Oh, wat een gekke kaarten. Ik heb vanmorgen ook al zo'n gekke kaart gekregen. Ja, nou, dat is voor elkaar, hè. Die hangen lekker op, hoor. Ja, we kunnen al lachen om Sweep voordat hij hier in het dorp is. Ja, je hangt hem toch niet in je winkel? Nee, in mijn kamertje. En dan kan ik er naar kijken. Nee, ja, dat is toch geweldig, hè. Je vraagt je af, hoe komt mijn kameraad er zo'n gekke kaart? Ja, Zwiebel komt overal. Ja. Meneer moest er vanmorgen ook al zo om lachen. Ja, die zal ook wel denken, we krijgen nou weer een rare kerel over de vloer, hè? Oh, veldwachter. Wat hebben jullie daar voor een gekke kaart? Van Zwiebeltje? Is het niet om te gillen? Dat vindt u nou leuk, hè? Ja, jij dan niet? Nee, juffrouw Saartje, helemaal niet. Gewoon meer van mooie kaarten. Ja. En een mooi landschap of dorpsgezicht. Ja. Zo'n gekke tekening.
zei. Maar ja, Siewetje weet wel of je die hem stuurt, hè? Wat bedoel je dan, mijn bromsnor? Oh, helemaal niks beledigends, hoor. Oh. Nee, zoiets is nou echt een kwestie van ontwikkeling, hè? Mm-hmm. Ja. Goeiedag. Goeiedag. Hij lijkt wel beledigd. Ja, die houdt meer van een mooi dorps aangezicht. Ja. Ik ga naar van dorp, Piet, ja. Tot kijken. Dag, juffrouw Saartje. Ja. Het beste maar. Ja, ja, die sweep. Die brom. Ja, weet je wat het is, boerin? Ik zou graag nog een... nog patiëntjes verdienen. En dat is een beetje... Het is een beetje misgelopen van de zomer. Meestal heb ik nog wel eens een spaarpotje, maar dat heb ik deze keer ook niet. Zo? Ja. Maar ja, als je misschien wilde ik meteen opstap. Nou, Siewertje, wacht maar. Huh? De moestuin achter het huis, die moet eigenlijk nodig gebied worden. Ja, ja. Dat was bijna vergeten. Nou, ja, waarin, ja, ja, ja. Nou, en als je dan daarmee klaar bent, dan kun je ook nog de heg even bijknippen. Wie moet die bijknippen? De heg even. Oh, de heg. Ja. Ja. Nou, en dan... En dan weet ik nog wel wat meer. Oh, nou, uw dienaar knielt aan uw voeten. Ja, schiet hem maar op naar de moestuin. En keurig netjes, wie bedoel je? Want hij komt zelf inspecteren. Maar zeker de edelachtbare vrouwen. Ik ga nog. Ja. Vind je me nog steeds aardig? Wat is er, heren? Een boodschap van Zwiebeltje. Van Zwiebeltje? Ja. Komt u even binnen, heren? Ja, graag. Zo. Parfum, mogen wij ons even bekendmaken? Dit is mijn vriend Elke Bilkie. En hier, mijn kameraad, hier noemen ze de professor. Juist, yes, ja. Wat komen de heren vertellen? U bent toch juffrouw Saar? Ja, 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 ja. En Zwiebel is toch een goede kennis van u? Ja, ja, jij nou even je mond, hè? Hier voer ik het woord, begrepen? Ja, maar wat wil u nou eigenlijk vertellen, heren? Uw kennis... Die heeft uw hulp nodig. ...bevindt zich in een netelige situatie. Ja, hij is hartstikke ziek, als u begrijpt wat ik bedoel. Zwiebeltje ziek? Dat is een typisch Ulkie Bulkie, hè? Overdrijft altijd vreselijk. Hij heeft een beetje koorts. Een graadje of 40. Ach, een beetje, zei ik. Wat vreselijk. Wat heeft hij? Ja, het lijkt op een soort van hopsi-topsi-andicalis. Ja, ja. Maar niks bijzonders, hoor. Maakt zich vooral niet bezorgd. Nou, een klein beetje wel natuurlijk, juffrouw. Kan ik hem helpen of kan ik hem bezoeken? Nou, bezoeken, dat gaat moeilijk, hè? Want het is een end weg. Ja. Maar helpen, ja, dat kan u zeker. Ja. Neemt hem niet kwalijk. Gaat u even zitten, heren. Dank u wel. Zo. Wat kan ik voor hem doen? Nou, geld, juffrouw. Hij zit dringend om geld verlegen. Nou, hij zei namelijk dat u hem waarschijnlijk uit de nood zou kunnen helpen. Ja. Maar ja, als je koorts hebt, dan zeg je wel meer ongeloofwaardige dingen niet. Oh, nee, natuurlijk niet. Ik zal hem helpen. De arme stakker. Hier heb ik 2 rijksdaalders. Zou dat genoeg zijn, denkt u? Nou, ik weet niet precies of... Zeker. Ja, zeker. Ik ben ervan overtuigd dat het voorlopig voldoende is. Oh, gelukkig. Ik zal er ook een briefje bij doen. Ja, dat is goed. Willen de heren misschien een kopje koffie? Nou, als we u niet ontrieven. Ja, ik heb net gezet. Graag maar, wow. Aroma's. Misschien willen de heren zelf melk en suiker nemen. Ja. Dan kan ik onder de hand even een briefje schrijven. Zeker, hoor. Hoeveel? 6 graag. Zo, heren. Als u dat misschien mee wil nemen. Natuurlijk. Vanmorgen kreeg ik toevallig nog die kaart
Maar hij schreef dat hij morgen zou komen. Hij moet eerst nog een dagje bij de boerderij de Meiboom werken. Ja, ja, ja. In zijn koortsdromen liet hij die naam ook al vallen, ja. Ja, maar uw naam liet hij nog veel meer vallen, juffrouw. Ach, hij steunde maar. Ja. Mijn lieve Saar. Oh, ja. Mijn lieve Saar. Ik kneed mij gewoon mijn keel dicht. Wat is dat toch allemaal vreselijk verdrietig nou weer? Nou, luister u maar niet te veel naar Ulkie Bulkie, hoor. Hij is een enorme heeft een overgevoelige natuur, ja. En, maar ik ben ervan overtuigd dat hij morgen weer helemaal beter zal zijn. Zo'n aanval van hopsie-topsie aan die kalis duurt meestal niet meer dan een uur of 24. Ja, maar verzwakt, juffrouw. Ja. Oh, breek mijn bek niet open. Ik had nog wat boterkoekjes gebakken. Oh, ja? Misschien kan ik die aan u meegeven. Nou, dat natuurlijk. Ja. Voortreffelijk. Willen de heren misschien zelf ook een koekje bakken? Oh, fijn. Heel graag. Dank u wel. Dank u. Ik zal er nog maar een paar bij doen. Dat zal u best wel willen hebben. Ik zal hem goed doen, hoor. Zo, fijne heren. Ja. Alsjeblieft, heren. Zal ik dat envelopje er maar bij bezetten? Heel graag, ja. Goed hoor. Doet u dat maar. Zo, ik denk dat we nu dan maar weer eens opstappen, hè? Goede vrouw, brave vrouw, het is me een ontroerend voorrecht geweest met u te mogen kennismaken. Hartelijk dank, heren. Tot ziens. Hartelijk dank, meneer. Maar wel, schone. En ik beloof kom, als een... Juist, ja? Kom maar. Beterschap met Zubertje. Dank u wel, hoor. Goedendag. Heren. Wil jij nog één? Ja, graag zeg, ja. Hier. Ja. Je zak maar hier, hè. Als eet je ze allemaal op, hè. Kijk, ja. Ja? Professor, zie je dat, daar? Hè, wat, waar? Daar. Langs mijn vinger. Waar precies? Kijk nou goed. Oh. Heb je het? Ja. Geweldig, Jongen. Allem. Hoe is het mogelijk? Niet te geloven, hè? Ja, hoe is het mogelijk? Ja. Oh, kijk nou eens, professor. We hebben bezoek gekregen. Bezoek? Hé, wat leuk, pardon. Oh, hé, dag veldwachter. Hebt u het ook al gezien? Wat gezien? Oh, die heeft het nog niet eens gezien, professor. Ik vroeg, wat gezien? Nou, kijk, daarboven, hè. Zit u eerst een leeuwerik daar, en daarboven een kanarie, en daarboven een hele grote roofvogel. En wat voor eentje? Het lijkt wel een gier. Ik zie niks. Wat doen jullie hier feitelijk? Wat doen wij hier eigenlijk, professor? Ja, wat doen wij hier? We kijken naar de gier. Zeg, je staat me toch zeker niet voor de gek te houden, wel? Staan wij de veldwachter nou voor de gek te houden, nou, professor? Hou jij je mond dan eens even, hè, Ulkie Bulkie. En dan ga eens onmiddellijk in de houding staan, hè, vlegel, voor de commissaris. Het is een groot kind, commissaris. Ja, ja. Wat zoeken jullie hier feitelijk, hè? Niets, helemaal niets. Gewoon even een werkbezoekje. We komen van daar en we gaan naar daar. Zo, dus jullie verlaten het dorp weer direct? Een speurdersgeest, u hebt geraden. Op de plaats rust. Nou, dus jullie maar geraden ook. Kunnen wij het hogere recht misschien dienen met een lekkere sigaar? Wat? Pak even op. Professor. Zo, alstublieft. Nou, ik wil niet onbeleefd zijn. Zo, zo. Wel een lekker. Goed, hè? Hier ga ik. Nee, ho. Veldwachters roken niet in diensttijd. Ik zal hem bewaren. Verstandig van veldwachters, ja. Zo. Nou. Goeie reis, jullie. Veldwachter? Tot ziens, veldwachter. Maar nou en nog eens, hè? Stom van je, professor. Hé, wat, hoezo, waarom? Nou, zomaar zo'n goede sigaar gratis voor niks weg te geven aan zo'n beroepsnuffelaar. Ben ik niet met je eens, Ulkie. Nee, mijn vriend Ten Kate, J.J.L., formuleerde het al zo treffend. Beter een sigaar in de hand dan met het zwaard door het land. Kom, vlug, kom, gaan we. Hé, wat zie ik nou? Ja, kom nou maar. Laten we nou maar zorgen dat we het dorp uitkomen. Dit is een opkoperszaak hier, professor. Ja, nou, en? En? Kijk eens wat ik hier in mijn zak heb. Ja, een broche, nou. Ja. Nou? Nou, en? Die wil ik verkopen. Ach. Kom mee naar binnen. Nou ja, vooruit dan. Zo, meneer de papendegaai. Wat zit je met je achterwerk naar Ollekie Bollekie toe, hè? Leuk. Oh, hey. Goedemorgen. Goedemorgen, Belfman. Dag heren, waarmee kan ik u van dienst zijn? Wij zitten aan de grond, vriend. Oh. En wij willen je graag wat verkopen. Wat? Als je vragen mag. Ja,
Dus gaat me wel aan mijn hart, hoor. Het is een erfstuk nog. Ik heb het altijd op mijn hart gedragen. Oh, nou ja, het zit nou hier toevallig. Kijk, een kostbare bros met ingelegde juwelen, zoals je ziet. Ja. Kostbare bros. Erfstok. Ja, ja, van Weilen met tante Katrien. Nog een halfzuster van mijn dierbare moeder, zaliger. Ja, nou, even kijken. Nou, het spijt me wel, maar mij hou je niet voor de gek. Dat klongel is nog geen kwartje waard. Zou mijn tante Kat... Dit een klungel? Ja. Dus geen juwelen? Nou, kom zeg, ik geloof dat jij mij een beetje staat te beduvelen hier, hè? Geen haar op mijn baard die daar aan denkt. Hier, pak maar aan. Leg het maar weer op je hart. Nou, geloof ik dat je me toch weer staat te beduvelen hier. Ulk, kom, Ulk. Gedraag je nou een beetje beschaafd. Probeer beschaafd te lijken. Ach, ik kan geen zaken doen met die man hier, professor. Ja. We stappen maar weer eens op, hè. Tot ziens, brave man. Tot ziens. Tot ziens. Ja. Ik denk dat je tante dat ding gekocht hebt in een of andere feestwinkel of zoiets. Ja. Rare snoeshanen. Vreemde kostgangers, hè, Jaco? Maar die moeten er ook wezen, hoor. Kom nou, Saartje. Niet zo in zak en as zitten. Het is een voorjaarskwaaltje. Zwieber is toch een gezonde, sterke kerel. Maar heb u dan wel eens van hopse popses gehoord, meneer? Ach, ja, wat die paar ongeletterde zwervers zeggen, die hebben er toch geen verstand van. Die zeggen toch maar wat. Trouwens, juffrouw Saartje, u zei toch dat Zwiebertje binnen een dag of twee weer beter zou zijn? Ja. Ik vind het een vreemd verhaaltje. Ik vertrouw dat zaakje niet. Ja, en toch ben ik toevallig die twee mensen tegengekomen, edelachtbare. Ja. Het leken me betrouwbare mannen. Ze hadden zelfs ontzag voor het gezag. Ik hoop het wel, wachter. Ja, nee. Nou ja, laten we maar rustig afwachten. Hè? Meneer, kan ik vanmiddag niet naar die boerderij gaan, naar Meiboom? Misschien weten ze daar wat meer van, Zwiebertje. Maar dat hoef jij toch niet te doen, Saartje. Zeg, veldwachter, jij maakt vanmiddag toch je ronde buiten het dorp, hè? Tot die orders. Als jij nou eens langs de boerderij de Meiboom liep, hè? Ja, en word je daar niets wijzer, wat belet je verderop nog op onderzoek te gaan, veldwachter? Juist, meneer. Maar ik wil u wel even op attent maken dat die boerderij precies buiten de grens van onze gemeente ligt. Ja. Dan sluip je heel, heel voorzichtig over die grens heen, veldwachter. Ja, meneer. Hm? Ja, meneer. Maar ja... Ik heb er niks te zeggen, daar houdt mijn gezag op. Maar je hoeft geen gezag uit te oefenen, veldwachter. Alleen onze patiënt opzoeken. Tot die horens, heel lachbaar. Tevreden, Saartje? Dank u wel, meneer. Wat fijn, Bron, dat je het wilt doen. Ach, je Saartje, als ik u toch gerust kan stellen. Oh, jij vindt Zwiebertje vast wel. Ga je nu meteen? Nou, dat zei ik toch, je Saartje. Trouwens, het is een opdracht van de edelachtbare heer, de burgemeester. Ja. Ik ga. Dag, je Saartje. Geuze, Bron. Dag. Dag. Maar wat praat je toch? Wat zou je dan moeten hebben? Hopse popses. Ja, dat zijn koortsen en bevingen. Ach, toe nou. Hij is in het werk hier achter in de moestuin. Wat? Ja, ik zal hem wel even voor je roepen. Ga jij dan maar vast naar binnen. Zwiebertje! Zwiebertje, er is bezoek voor je! Bezoek? Ja! Ik kom erop! Goed. Nou, hij komt eraan. Ja, man. Kijk toch niet zo verbaasd. Hier, kom hier. Ga zitten. Ga zitten. He? Oh ja, ik snap er niks meer van. Ja, nou, Fiebertje zal het je wel vertellen dan. Zo. Ziek, hè? Kijk nou eens! Hallo, Bloem! Hoe wist je dit een keer uitging? Maar, jij bent helemaal niet ziek. Ziek? Ja. Ik? Ja. Hij heeft van me gedroomd, Bloem. Ja, volgens de veldwacht heb je hopsakee. Hopse popsis. Oh, nee. Ja, dat vertelde je verzaadje mij tenminste, hoor. Ah, Saar, die lieverd. Ja. Hoe komt ze daar nou bij? Zwiep, ga zitten. Ja. Dat zal ik jou eens vertellen. Ja. Je verzaadje die heeft bezoek gehad. Bezoek? Bezoek, dat zeg ik toch. Van wie? Wat heb ik ermee te maken? Nou, dat zijn twee kameraden van jou. Kameraden van mij? Ja, die vertelden dat jij in het koorts had en veel bevingen. En dat zei, oh, en dat je geld nodig had. Wat zijn dat voor rare kerels? Nou, voor rare kerels. Ik heb ze toevallig gezien. Wat dan? Nou, die ene die zag er zo uit. Die had een, een hoed met een hele grote kippenveer erop. En die andere die had een jaketje dan. Met een hoge hoed en een brilletje op zijn neus. Wacht eens even. Een hoed met een kippenveer, jaketje, hoge hoed. Ja. Zo'n brilje. Die twee landlopers.
Nou komen we tenminste dichter bij de waarheid. Ja, maar die heb ik vanmorgen ontmoet. Die heb ik nog getrakteerd op een lekker vers boterhammetje. Bruin boterhammetje met boerenboter en kaas erop, zeg. En die beweerde dat ik... Hopses, hopses onder je leden had, ja. Nou, dat zijn ook op een rare kerel, hoor. Weet je wat jij doet? Je moet zo gauw mogelijk maken... zo gauw mogelijk maken dat je weer in het dorp komt. En dan moet je op de eerste plaats Saar geruststellen, hè. Want dat mens zal zich wel een ongeluk geschrokken zijn. Ja, nou, en dan... weet je, als mijn werk klaar is... Dan kom ik meteen naar het dorp toe. Weet je wat? Vanavond nog. Zeg het me vast tegen haar. Goed, ik wil het wel graag zeggen, maar zo eenvoudig is het niet. Wat dan? Wat dan? Die juffer Saaike die heeft die twee kerels een paar rijksdaalders voor je meegegeven... omdat je in een geldnood zat. Wat zeg je me nou? Ja. Een paar rijksdaalders meegegeven omdat ik... Oh, wat een schobbejakke. Als ik die in mijn vingers krijg. Rustig. Hallo. Ja, zeg. Luister nou eens, Zwiebertje. Dat is mijn karrewei en niet het jouwe. Niet waar trouwens, er is nog iets. Wat dan? Je versaatje, hè? Die heeft zo'n zak met boterkoekjes meegegeven. Voor jou. Hoor je dat, Boerin? Zo'n zak met boterkoeken. Nou, wat een schobbejak. Hoe durf je? Nou, reken maar als ik die te pakken krijg. Nou, kalm nou maar. In ieder geval, ik heb mijn opdracht vervuld. En ik weet meer dan genoeg. Weet je wat? Ik ga terug naar het dorp. Ja. Dag, Boerin. Dag, Veldman. Nou, Zwiep, houd je haak. Ja, zeg, als je die knapen tegenkomt, sleur ze meteen terug naar het dorp. En dan meteen het gevangen in, hoor. Het is edel baksel, Elkie. Hoogwaardige kwaliteit, hoor. Goed aan het rechtje. Jammer dat we niet terug kunnen komen. Ja. Ja, dat is met de meeste van onze goede adresjes het geval. Pardon, een klein grapje. Zo. Dan gaan we dat briefje eens even openmaken. Hé, niet zo lomp. Zo op je niet de brief van een dame. Geef hier. Oh, dat mee we doen. Huh? Oh. Ja. En één van mij. Die Riks is tenminste gauw gediend. Even kijken. Gebakken aardappeltjes. Carbonaatje. Een paar flesjes bier. Ja, gooi dat maar gauw weg, professor. Weg is weg, verscheur maar. Wat krijgen we nou? Zie je het er green, hè? Oh, hou je onbeschaafde mond dicht, Elkie. Dit is niet zomaar een briefje, dat is een epistel van een vrouw met een edel hart. Volksadel misschien, maar goed. Wat markeer jou nou opeens? Ik zal het je voorlezen. Dat zal het zijn. Luister. Ja. Mijn beste, brave Zwiebertje. Vanmorgen waren we zo blij met je grappige kaart. Maar nu is alles opeens zo verdrietig geworden. Jij bent erg ziek geworden. Als je niet zo ver weg was, waren wij jou komen opzoeken. Gelukkig dat je twee zulke goede vrienden hebt. Pardon, klein kuchje. Hier wat geld dat je wel nodig zult hebben. En je boterkoekeltjes stonden al voor je klaar. Die geef ik nu ook maar mee. Fijn om zulke goede vrienden te hebben. Dag. Laat je gauw iets van je horen. Lieve groetjes van je vriendin Saartje. Gelomperd. Nou, is het niet een prachtige, gevoelige brief? Jij bent gewoon jaloers. Omdat jij geen vriendin hebt. Ik zal juist wat zeggen, Ulk. Die twee rijksdaalders, die gaan wij terugbrengen. Wat zin nou? Terugbrengen? Ja. Die twee rijksdaalders, die dure rijksdaalders, ja. Terugbrengen? Ja, precies. Ik geloof dat jij knettergek geworden bent, hè? We hebben een echte dame bedrogen. En dat zint me niet. En vanochtend zei je nog tegen vanochtend hè? Maar vanochtend had ik nog niet het flauwste idee dat ik op mijn levensweg me genoodzaakt zou moeten zien een vrouw met zo'n geestelijke adel te moeten bedriegen. Maar na lezing van dit prachtige epistel ben ik beschaamd. Ja. Diep beschaamd, ja. Ja. Maar een riks is een riks. En hebben is hebben. Blijf af, zeg ik. Alles gaat terug.
Het spijt me wel, Zwieber. Ik had je een boterkoekje willen presenteren. Maar een chocoladebiskuitje gaat er ook wel in. Nou, ik moet je zeggen, Amerste, geen chocola en geen chocoladebiskuitjes. Alleen het voordeel dat ik naast jou mag zitten en bij je ben, is voor mij het grootste denkbare feugde. Ja, alsjeblieft, je hebt dus voortaan geen koekjes meer voor het heerschap, hè? Zonder van je geld en het werk allemaal. Oh, meneer, meneer, schijt toch uit. Dat zegt hij nu. Ja. Maar morgen, dan denkt hij er anders over. Ja, dat heb jij nou al. Maar man, schijt toch uit, ik denk nooit. Denk je dat ik al lang gedacht had? Hou op, Zwieper. Hij lieve zou is alleen maar een plagerijtje. Dat doet Brom en ik om de beurt. Hé, Brom? Oh. Ja, alles bij elkaar vind ik het toch een vervelend zaakje, hoor. Toen Saartje me vanmorgen van het bezoek vertelde, koester ik tegelijk al wantrouwen. Hè? Ja. Wat wachten. Meneer. Als je die twee kerels te pakken kunt krijgen, ik wil ze graag stevig de les lezen. Ja, meneer. Ja, meneer, levenslang. En dus kan nog langer. Nee, overdrijf je, hoor. Ja, drink maar eens flink leeg. Nou, heb ik voor jou nog een verrassing. Mag ik even, meneer? Tuurlijk. Hoort u dat van mij, meneer? Ah, dat is toch zeker het oude liedje. Ja, eerst een wit voetje bij juffrouw Saartje halen. En dan kan u het morgen met koekjes terugbetalen. En nou zeg ik tegen jou, hou op, veldwachter. Oh ja, hij zei toch zeker ieder om zijn beurt. En nou was het mijn beurt niet waard, Wiep. Verhipjens! Huh? Nou, ik kan het ding niet vinden. Ja, dat was zeker die grote verrassing. Ga nou toch op met je geplaag. Nou, kan dat nou? Ik heb het vanmorgen hier in deze zak gestoken. Dat weet ik zeker. En, hoe mag ik even? Ja? Ik heb vanmorgen de moest aangewit op de boerderij. Ja. Dat heb ik mijn jasje uitgetrokken, die heb ik over de heg hangen. Toen is het natuurlijk uitgegleden. Ja, suffert die ik ben. Suffert? Ja, haha, suffert, ja. Dat had ik al lang gedacht, hoor. Nou, is dat wel genoeg, hè? Ja. Vanavond leer ik tenminste een heel andere veldwachter kennen. Het is altijd ja, edelachtbare, nee, edelachtbare. Veldwachter, het lijkt me niet gek als we elkander in de toekomst ook eens een beetje gingen plagen. Schep wat leven in de brouwerij, ja. Hè? Tot die orde. Nou de chocolade zo. Dan ga ik nu weer schenken. Nou, is het natuurlijk graag. Als de juf om hulp roept. Ach, dan zijn wij toch al lang weer weg, joh. Lopen kunnen we. Dan land lopen we gewoon weg. Pardon, klein grapje. Zeg, er brandt licht in de keuken. Ja, wat dacht je dat die dame de hele avond in het donker zat? Zullen even kijken of ze er wel zit. Wat? Sst. Ik hoor stemmen, geloof ik. Ja. Kijken. Sst. Oh. Nou, alsjeblieft, professor, wat heb ik je gezegd? Wegwezen, vlug. Waarom, waarom dan? Die speurneus zit er. En Zwiemel. En die had al zo gezegd dat hij morgen pas naar het dorp zou komen. Onbetrouwbaar ventje, hoor. Ja, nou, weet je wat? Dan leggen we de spullen bij de deur neer. Ach, nou zeg, alsjeblieft. Ja, natuurlijk. Zeg, nou, kijk, dan kruipen we hier zo langs het venster. En dan, jij durft natuurlijk niet, hè, bangert. Nou, je doet wel alleen, hoor. Zo. Zo, nou, dan stap ik me weer eens op. Ik moet Piet van Duik nog even de hand gaan schudden. Die weet helemaal nog niet dat ik terugkom. Zal een verrassing voor hem wezen. Ja, zeker je derde verrassing. Tenminste een prettige. Als jij bij je man klopt, nou. Nou is het wel genoeg. Nou, je bent laat toch. Ik weet nog wie het zegt. Dus, wie we zeggen het ons weer verlaten, hè? Nou, tot ziens dan maar weer, hè? Veldwachter, ik moet jou nog heel even spreken. En dan vlug naar huis, want je vrouw zit ook maar alleen, hè? Oh, meneer, dat is ze wel gewend, hoor. Ze weten dat het mijn plicht is, edelacht waren. Dat weten we, veldwachter. Zwieber, tot ziens. Ja. Dag, meneer. Jammer dat je weggaat. Het was zo gezellig. Ja, ik moet wel. Ik wou mijn kameraad toch even de hand schudden. En dan ga ik weer heel gauw terug met de meiboom. Wat zit je nou te doen? Even een briefje schrijven. Pardon, klein kuchje. Want anders begrijpt die dame toch niet waarom we die spullen hebben teruggebracht. Laat me nou maar even. Pssst, pssst, pssst. Weg, weg, suffert. Wat is dat? Hij is opgestaan in een afscheid. Maar klaar? Daar, Zwiep. Zeg, doe de groeten aan Piet. Ja. Ja. Dat was op het nippertje, zeg. Is die weg? Oh, ik dacht dat ik tot de grond ging, zie. Het komt wel van dat gezeim aan mij, of van jou. Ja, stil nog maar. Even nog een briefje afschrijven. Dus die kerels zijn bij jou geweest. Weet je zeker dat het dezelfde waren? Ja. Hm. Eén met een
kippenveer in zijn hoed. En de ander was in zo'n... In een jacketje? Ja. Met een hoge hoed en met een brilletje? Ja. Ja, dat klopt, dat is een bus, maar je hebt me nog steeds niet verteld wat ze hier eigenlijk van me kopen. Zijn er nou geld? Geld van Saar, schurken. Ja, vind je niet of? Maak je niks te doen? Ach, die mannen die kwamen helemaal niks kopen. Nee? Nee, die kwamen iets verkopen. Oh, zeker die met die kippenveer? Nee, een of andere klongel. Ja, zogenaamd een erfstok van die tante van die veer. Ja. En jij bent er wel lekker ingelopen. Nou, zeg Sjako, hoor je dat? Die man heeft niet veel vertrouwen in me. Nee, nee. Malle Pietje koopt alleen maar goede spullen. Die koopt geen rommel. Nee, daar zit je nog vol mee. Nou, zeg. Zeg Sjako, zullen we het nare ventje nou maar niet eens de deur uitwerken? Nee, maar niet kwalijk, ik moet toch opstappen. Waar ga je heen, naar je huisje? Wel, nee, met mijn huisje moet ik eerst opruimen, de dekens en de bedden luchten. Huh? Ja, ik ga naar de boerderij terug, morgen vroeg op. Wat zeg je me nou? Ga je aan het werk? Nee, ik heb een cadeau gekocht voor Saar, maar ik ben zo stom geweest om het vanmorgen in de moestuin te verliezen. Ik ben bang dat er iemand op trapt. Nou, waarom blijf je hier eigenlijk niet, hè? Je kan hier toch gezellig bij mij komen slapen? Ik heb de bedjes al opgemaakt. En als je trouwens die klongel niet kan vinden, dan kom je maar hier. Ik heb hier nog wel een paar mooie leggen in de etalage, hè? Ja, zeg, en dan kom je hier slapen en dan zet ik de wekker en dan breng ik je morgen met de bakfiets naar je werk. Nou ja, goed, het is een keertje vriendelijk vraag. Ik weet al niet wat ik het zoeken moet van de slaap. Ja, nou goed, dat komt van al je winderigheid. Hè? Nou, vooruit. Hè? Ga alvast maar dan. Hè? Ik kom zo wel. Dan gaan we lekker zitten kletsen in bed. Wat nou lekker zitten kletsen? Nou, dan kun je van mij naar leger zitten kletsen. Ik val om van de slaap. Ga nou maar, ik moet Sjako nog even pakken. Hè, Sjako? Wat is dat nou? Twee pakjes? Kan dat? En een brief? Ben je er nou weer? Ja, je verzijt. Ik ben er zeker weer. Kijk eens. Hebben jullie dat op de vuilnisbak laten liggen? Een pakje? Nee, en nog een pakje? Natuurlijk niet. Dat lijkt wel mijn envelop. Huh? Ja. Oh. Zeg je, verzijtje? Er staat wat op geschreven. Wat? Edele geachte mejuffrouw Saar. Voor u van uw welverdiende rust gaat genieten... en de bedden gaat... komen ik en de professor en mijn vriend Ulki Bulku... u nog een goede nachtrust wensen. Uw vriend Zwiebel... vertelde ons vanmorgen dat hij een echte trouwe vriendin had. Dat konden wij niet geloven. Daarom hebben wij u op de proef gesteld. Hier is het cadeau en het geld weer terug. En het cadeau van uw vriend er ook bij. Dat pakje en de koekjes ook allemaal terug. Welterusten en nog hartelijk bedankt. Met hooggestemde gevoelens. Professor en een vriend Ulki. Nou hè. Zit mij vragen ze het kastje wel. Oh, en wat zou dat zijn? Oh, wat prachtig. Van Zwiebertje? Van Zwiebertje? Ja. Nou, die heeft het wel heel erg goed met u voor je frisatie. Oh, en die arme jongen, die dacht nog wel. Ja. Veldwachter. Wat? Misschien is hij nog bij Piet van Dijk. Ik ga meteen bellen. Dat is best mogelijk. En ik ga de burgemeester vertellen, je frisatie. Ik kom. Oh, rustig. Ja, hallo. Met Van Dijk en tweedehands en antiek. Met wie? Wie zegt u? Je verzaart je. Hé, zo laat nog. Zwiep. Ja, het is een beetje... Ja, dringend. Nee, wacht even. Nee, dan moeten we wel even blijven wachten. Ik zou hem zo even halen. Ogenblikje, je façaatje. Ik doe het direct. Zeg, Zwiep! Ja, laat je mama eens opstaan. Mama, opstaan. Je façaatje aan de telefoon. Vooruit. Ja, opstaan. Nou, kort voor drie. En op de telefoon staan. De telefoon? Is ook niet... Ze hangt uit de bommelen. Voordat ze duizelig wordt. Ja, hallo? Ja. Er is niemand in de telefoon. Ja, nee, luister. Hallo? Hallo, niemand geeft antwoord. Nou, je zal het zien. Hallo, is dit Saar? Wie is Saar? Laat eens kijken. Ja, het is het zelf. Ja, je bent alweer zo'n tijd zonder me. We hebben elkaar zo'n tijd niet gezien. Man, waar bel je eigenlijk voor? Om het te bedanken? Ja, waarvoor? Voor de bros? Voor de... Hoe weet jij van de bros dan?
gekregen? Ja, ik weet niet dat die van mij is, maar hoe kom je er aan dan? Een briefje, pak je? Nou, het is die van de professor. Met een briefje erbij. Wat schrijft hij? Dit was helemaal... Oh, dat hij niet geloofde dat jij en ik dat we echte vrienden waren. Nou, dat is helemaal een toepunt. Dat vind ik leuk. Of ik nog even langskom? Ik ben er al. Wat zet je er nou als een ijsblok? Als er iets ergens... Nee. Ja, wacht even. Hé, wat... Nou, snap ik niks van. Wat is dat nou? Wat is er nou allemaal? Jongen. Ik ga onmiddellijk weer schoenen zaten. Daar hoort er niet, ik begrijp er niks van. Is het niet zo gulzig, je versliet je nog. Doe nou, Zwieber. Ik heb je nog niet eens bedankt voor je mooie bras. Vond je hem echt mooi? Eén woord schitterend. Ja, maar die is niet meer zo op mijn zakken gelegen, hoor. Die heeft elke bulletje vast uit mijn jas gejat. Ja, maar hij heeft hem eerlijk teruggegeven. Ja, veldwachter, je hoeft die twee kerels niet meer op te sporen. Er valt nu toch niets meer te bewijzen. Dat smoesje was erg goed. Anders wij heel erg jammer, meneer. Ik had die twee kereltjes graag in de kraag gegrepen. Oh, nee hoor, zo kwaad waren ze ook weer niet. En dat briefje was reuze aardig. Jawel, maar ze hebben toch maar mooi de boterkoekjes achterover gedrukt. Oh. En wat is dat dan? Ah, nee, niet te geloven, zeg. Hoe hebben de suffers? Nou, ik had ze nooit teruggebracht. Ja, inderdaad, maar heerlijk zijn ze er. Ik presenteer. Hé, meneer, ga nou zitten. Ja, goed. Veldwachter, ga jij ook zitten. Nou, lekker. Wat nou? Dat zijn misschien die zwervers weer. Wat? Die zwervers? Ja, nou, maar die zal ik eens eventjes... Zo, mannetjes, en... Oh, ben jij het, Van Dijk? Hoe later op de avond geschoten van de papillen, Van Dijk? Ja. Laat je door mij en de veldwachter niet afschrikken. Meneer de burgemeester, neem me niet kwalijk dat ik zo laat binnenkom. Maar ik zei nog dat eens ja komen. Mijn vriend hier loopt voor gek op straat met zijn paardendeken. Ik kom hem even een jas brengen. Nou, dat vind ik hartstikke aardig van je, malle. Hoe kom je in die jas? Nou, gewoon uit mijn winkeltje. Hier zo, lekker warm. Warm. Lekker warm. Zo. Deze vreemde avond en op de goede afloop lijkt me een feestsigaar niet misplaatst. Heren, veldwachter. Eerst ons slachtoffer. Zo is het, hè? Dan heet al afwaren. Wat is wie weer? Hey, kom er eens uit. Van Dijk. Van Dijk. Als ik u niet ontrief. Dankjewel. Veldwachter. Nou, stoutjes had ik nog. Nee, meneer, ik heb een bros. Nou, hoe vind je hem van die Dijk? Huh? Ja, we hebben een zuurtje gekregen. Nou, zeg, zeg, heb je die in de moezeltuin laten leggen? Nee, je hebt elke bulk in mijn jas gejat. Oh. Vind je hem niet prachtig? Nou, dat is, even kijken hoor. Nou, dat is geen appelenpap, hoor. Nee, hij is prachtig, dat is een prachtig kostbaar stokje, je versaatje. Nou. Je bent mijn grote verwenner. En nou ga ik koffie zetten, meneer. Dat vindt u wel goed, hè? Natuurlijk vanzelfsprekend bij deze gelegenheid, zaakje. Oh, jongen, jongen, meneer, wat een dag. Wat een dag. Om nooit te vergeten. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag, Zwiebertje. Dag, kindertjes. Dag, Zwiebertje. Dag, kindertjes. Tot weerziens hoor. Ouder Angstel, waarvan ik burgemeester ben. Ik hou ervan om 's morgens vroeg een korte wandeling te maken.
Nu eens langs de weilanden aan de ene zijde van het dorp, dan weer door het bos aan de andere kant en ook wel eens, zoals vanmorgen, door het dorp zelf. Langs de koningin Emma Linde op het raadhuisplein, door het achterom, de Bakkersteeg, de Beenhouwerstraat, over het Münsterplaatsje, door de Grutterstraat, waarin de winkel staat van Van Dijk, beter bekend als Malle Pietje, en langs de hoofdstraat weer naar huis. Wat? Oh, ik heb de eerste tafel afgeruimd. Oh. Meneer, neemt u me niet kwalijk. Ik dacht dat u op het gemeentehuis was. Ik heb de tafel nog niet afgeruimd. Ja, Saartje, ik was al op weg naar een vergadering. Ja. En toen bedacht ik opeens dat ik iets vergeten was. Juist, daar heb ik ze. Mooi zo. Wilt u nog niet een kopje thee? De pot is toch bijna vol? Een kopje thee nog? Ja, och, waarom eigenlijk ook niet, Saartje? Schenk maar in en voor jezelf ook. Voor mij, meneer? Ja, ja. Kom eens gezellig bij me zitten, Saartje. Voor begin november bijna zomerse dag, Saartje. Ja, heerlijk. Heerlijk met je deur open, ja. Hè? Zo, een beetje suiker, meneer. Ja, graag een beetje suiker. Dank je, Saartje. Zo. Een heerlijk kopje thee, Saartje. Is het niet te sterk? Zal ik er een beetje melk in doen? Hoeft helemaal niet, Saartje. Ja, vanochtend liep je nog even langs de winkel van Van Dijk. Hè? Wat jammer dat zo'n man hier in het dorp woont. Hè? Wat jammer? Vindt u dan geen aardige man, Piet Van Dijk? Aardig, reuze aardig kerel. Maar ik bedoel dat hij zoveel mooie antieke dingen tussen zijn rommel heeft staan die werkelijk veel geld waard zijn, Saartje. Maar ja, wie een dorp heeft er belangstelling voor, hè? Nee, in de stad dan zou je goede zaken kunnen doen. Ja. Maar Piet Van Dijk in de stad, dat is water en vuur, meneer. Nee, hier voelt Piet zich thuis. En in de stad zou hij maar verleppen. Ja, ja, Saartje, maar als zakenman moet je wel aan je verdiensten denken, hè? Ik sta altijd weer verbaasd als ik hoor hoeveel verstand hij van antiek heeft. Zo. Dat heeft heerlijk gesmaakt, Saartje. En nu moeten we vlug weg. Heb u nou niks vergeten, meneer? Nee, de papieren heb ik. Naar de vergadering van het waterschap, Saartje. Oh, ja, meneer. Nou, sterkte maar, meneer. Dank je, Saartje. Ik kom er wel uit, hoor. Dag, meneer. Tot ziens. Ja. Zo is het. Ja. Zo is het. Ja, zo is het. Vorig jaar om deze tijd had ik niet te klagen. Nee, vorig jaar om deze tijd had ik ook helemaal niet te klagen, nee. Nou ja, ik klaag ook niet, hoor. Nee. Ik heb karrewaaitjes genoeg. Ja. Maar het is mijn winkeltje, hè. Ja, ik heb maar ingekocht en ingekocht. Maar verkopen, ho maar. Tje, ik had ook nog wel een paar spaarduitjes, maar voor de rest is het toch echt zuinig iets aan, hoor. Ja, ik heb ook wat achter de hand, natuurlijk. Maar ja, dat staat er maar. En dat staat er maar. Zeg, konden we maar eens wat bedenken, hè? Ja. Een bedenkseltje. Zeg, als jij nou je karretje eens volhaalde. En je ging ermee langs de deuren. En overal aanbellen. Langs de deur? Ik langs de deur leuren? Ja. Ach man, dacht je dat ik dat deed? Ik heb nog eergevoel ook. Jacco. Kun jij de baas niet eens opbeuren? Hij zit zo in de put, hè? Ah, wat nou, joh, Jaco. Wij redden het wel, hoor, hè? Zal de baas je eens lekker verwinnen, hè? Verwinnen? Dan zie je wat. Oh, wil jij soms ook een nootje? Nee, dat bedoel ik niet. Ik ga naar Saar. Oh, die moet jou verwinnen. Ja, je bent een soort papelegaai van de Saar. Nee, ik moet er nog iets vertellen. Wat moet je nou vertellen, jongen? Dat zal ik jou niet in je neus hangen wat ik kan gaan vertellen. Oh, nou, en, nou ja, goed, als je het niet aan mijn neus wil hangen, ga dan maar, want je hebt toch geen rost in je gatje. Over gatje gesproken. Zal ik je toch maar in je neus hangen? He? Ik heb samen beloofd dat ik de achterband zou plakken. De achterband? Ja. Van de automobiel? Nee, van de keukenschort. Nou goed. Oh. Ik ga er meteen vandoor. Ik kom nog wel eens opduiken. Ja. Hey, Jacco, de groeten, hè? Dag. Ja. Nou, tot ziens dan maar. Zeg, ik kom je nog terug. Als je langskomt. Terug? Ja. Nee, ik ga meteen naar huis. Oh. Want ik moet nog een nieuw hok timmeren voor de geit. Het oude is helemaal in elkaar gezakt. En u? Ja, tot ziens. Ja. Dag. Heb je geen leuk nieuwtje voor me? Leuk nieuwtje? Wat is een leuk nieuwtje? Wel een minder leuk nieuwtje. Toch niks ergs? Nee. Maar Malle Pietje, net als ik, zit er een beetje in de geldzorgen. Ach, nee. Ja.
Nou ja, Piet verdiende wel genoeg met zijn karweitjes hoor, daar gaat het niet om. Maar zijn winkeltje loopt de laatste tijd niet zo goed meer. Meneer zei vanmorgen nog dat hij zoveel mooie dingen in zijn antiekzaak had. Ja. Ja, dingen die een heleboel geld waard zijn. Ja, nou dat mag allemaal wel waar weten. Maar wat heb je dan als niemand die dingen kopen wil? Meneer zei ook nog dat er hier in het dorp bijna geen belangstelling is voor antiek. Maar in de stad. En toen zei ik dat Piet van Dijk nooit wil verhuizen naar de stad. Nee. Dat is nogal logisch, hè. Piet is net als ik. Liever slapen in een hooiberg dan in een duur hotel in de stad. Ja. Wat is er? Wat kijk je nou vreemd? Ja, dit is het. Wat? Ik heb een idee. Saar, je bent een reddende engel. Je bent een snoezepoes. Nou, zie je, ze is een bol geslagen. Dan zou maar denken dat het zwiebertje is. Ik een engel. Nou, dan wel een rare. Je bent mal als je het niet doet. Ja, geen advertentie in de dorpskrant zeker. Nou, dan kan ik mijn sparenduitjes wel zomaar op straat gooien. Maar man, het is precies wat de burgemeester zegt. De stad in een grote stadskrant. Ja, maar heb je wel eens afgevraagd wat het allemaal kost in zo'n dure stadskrant? Man, ben jij nou een zakenman, ja of nee? Ja. Je moet eerst een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen. Ja, een duur spierding. Maar dan zo'n kabeljauw. Ja, jij gelooft het, maar ik geloof het niet. Oh, Jaco, zeg jij nou eens dat je baas de grootste suffert van het dorp is, hè? Hé. De kinderen tegen de vader opstoken, hè? Dat kan je. Maar wees dan ook eens een keertje niet zo stinkend eigenwijs. Je kan het toch wel eens proberen voor één keertje, maar. Ach ja, natuurlijk, maar ik wil eerst weten wat zo'n advertentie kost. Zo'n klein zoekertje. Een klein zoekertje. Daar heb je toch niks aan in een klein zoekertje. Dat is meteen geld in het water smijten. Daar heb je niks aan. Oh. Maar ik begrijp ook wel. Wat zie je? Ja, zie je, dat is een idee. Een hele pagina is te duur. Vindt hij ook. Hé? Ja, een halve tenminste. Nee. Halve pagina, hè? Ja. Een zestiende. Een derde. Nee, een twaalfde. Een kwart. Nee, een tiende. Een vijfde. Nee, een negende. Een zesde. Een achtste. Ja. Ja, hij is goed. Maar een achtste en verder ga ik niet, hoor. Want ik moet dat tenslotte betalen. Top, afgesproken. Weet je mee eens? Voor mekaar. Hey, wat ga je nou doen? Ik ga het meteen doorbellen naar de krant. Ik ga het meteen doorbellen naar de krant. Hoe gauw, hoe beter. Ja, maar wat als je vragen mag? Wat, hè? Ja, ik bedoel, wat staat er in die advertentie? Wat is de tekst? Ja, die zegt hij al. Ja, dat kan. Je hebt gelijk. Niet. De tekst. We moeten nog een tekst maken. Allemaal, vrouwen, kom. Dag, Jaco. Ja. Ja, dat is een leuke tekst. Een leuke tekst. Ja, Zwiebert is de grootste show van het hele dorp, zeg hem dat maar. Zeg, dat is laag met de grons, hè. Kijk eens even, de beestjes allemaal opgewonden. Ja. En een beetje opzitten tegen ze te bloed eigen oom, hè, kind? Nou, we pakken een papiertje. We pakken een papiertje? Ja, hier zo. En dan gaan we een tekst bedenkelen. En een tekst bedenkelen. Alsjeblieft. Dat is het eerste verstandige woord wat je zegt. Oh. Laat het meteen aan Saar zien ook. Ja, aan jouw Saar? Ja, van haar is het idee in ieder geval. Nou ja, goed. Jij papier, ik papier, potlood, denken. Ja. Niet dat ik er nou zoveel verstand van heb, maar ik vind het zo afgezaagd. Huh? Ondergetekende beveelt zich aan. En hier verder, uw vereerde bezoek zal ondergetekende op prijs stellen. Nee. Nou ja, Piet en ik wisten er ook zoveel niet van. We hebben er alleen een paar grote advertenties in de dorpskrant op nageslagen. Ja, het is een beetje anders dan gewoon zeggen, begrijpt u? Hij had zelfs nog geschreven, betaalt u in de stad een riks? Bij Pietje betaalt u bijna niks. Heb u hersens in uw kop? Zoek dan Van Dijk gauw op. Het is toch allemaal malligheid? Maar ja, het werd toch maar een probeersel. Ja, maar je zegt geen kop, je hoofd natuurlijk. Ja. Dan rijmt het niet. Nee, als ik als man van het gezag een kleinigheidje zeggen mag. Hm. Ja, jij mag ook weer. Ja, het gezag kan ook ruimelen. Nou, graag of helemaal niet hoor. Nee, Velder, wacht er. Jij als buitenstaande. Zeg op, wat wou je vertellen? Ja, maar eerlijk gezegd, je verzaakt als veldwachter moet ik altijd neutraal zijn in de uitspraak van de een. Nou, is me net zoveel waard als de uitspraak van de ander. Oh. Daar komen we niet veel verder mee. Nee. Dus je vindt de tekst van Sweep bijna even goed als de mijne. Nou, dat is te zeggen. Nee, nee. Oh. Die van jou vind ik beschaafder. Oh, nou, daar ga je, Sweep. Nee, helemaal niet. Nee, van Sweep ik in die leest veel makkelijker. Oh. Veel plezieriger. Maar ja, zo kan het natuurlijk niet, hè. Ja, ja. Fijne raad. Nou, ik wil alleen maar zeggen dat een advertentie op rijm helemaal zo gek nog niet is, hoor. Alleen in het beschaafde. Oh. Ik geloof toch dat Broem een klein beetje gelijk heeft, zie. Zo is het. We kunnen het nog eens proberen. Bedankt. Graag gedaan. Ja.
Als de mensen maar eens een beetje meer naar mij zouden willen luisteren, ja, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Ja, ja. Je verzet je? Dag, wachter. Dag, mannen. Wel, wachter. Je moet wat meer naar Brom luisteren. Ja, inderdaad. We moeten wat meer naar Brom luisteren. Ja, dat heb je gehoord. Ja, wat zou de wereld er dan uitzien? Ja. Nee. Hij heeft wel een beetje gelijk, hoor. Wat die advertentie betreft, ja. Zeker. Ja. Kom op, ballen. Wat ja, jij? Ja, hè? Nou, we gaan het proberen. Ja. Hé, zoals ik wel zou. Nee, natuurlijk niet. Nou, dag, juffrouw Saart. Je moet de etalage nog veranderen. Ja, ja, allemaal antiek in de etalage. Sterkte, mannen. Ja. En succes, Van Dijk. Ja, hoor. Graag, hoor. Ja. En bedankt. En de kost gaat voor de baat. Ja, het komt helemaal zo. Ja. Dag, juffrouw Saart. Ik zal het meneer vast vertellen. Oh, hij zal het reuze leuk vinden. En vindt u dat nou leuk, meneer? Alsjeblieft. Oh. Dat is een prachtig getekend portret, veldwachter. Wat? Moet je uitknippen en aan de wand hangen. Maar meneer Heerwoord... Cornelia trots op zijn veldwachter. U begrijpt niks van meneer Heerwoord. Het gezag door de modder getrokken, meneer. Ik voel me gewoon besmeurd. Veldwachter besmeurd. Ja. Toen nou. Ja. Nou. Eerlijk hoor, meneer. Ik sta hier gewoon voor schut. Ah, Saartje, je bent net op tijd. We zullen jouw oordeel graag eens willen vernemen. Heb je vanochtend het ochtendblad doorgekeken? Nee, meneer, de post is nog niet geweest. Nou, de veldwachter duwde me zo even de krant onder de neus, ja. Saartje. Ja. Schandelijk, juffrouw Saartje. Ik word hier helemaal belachelijk gemaakt. Wat heb je dan gedaan? Ik natuurlijk niks. Luister, Saartje, er staat een advertentie van Piet van Dijk in. Advertentie? Ja. Zuiver laster. Ah, doe nou, veldwachter, stil nou even. Wat enig, meneer. Ja, en luister, Saartje. Ben jij zo, ja, veldwachter? Ja, enig, hè? En luister. Aan het geëerd publiek, aan liefhebbers van antiek. Als ik als man van groot gezag u de waarheid zeggen mag... Ik verzeker u succes bij onderstaand adres. Waarbij ik uitdrukkelijk vermeld het fijnst antiek voor weinig geld. Het staat allemaal te kijk in de etalage van Piet van Dijk, Grutterstraat 12, Oude Arsel. Kijkers kopen, spotkoopjes, spotkoopjes. Van zaterdag tot maandag spotkoopjes, spotkoopjes. Nou, dat is het. En daar wint onze veldwachter zich zo over op. Maar veldwachter is dat toch alleen maar aardig? En dat portret is prachtig getekend. Ja, schitterend. Niemand begrijpt me. Arme ziel. Ach, meneer, mag ik hem een kopje thee geven? Ja, natuurlijk, Saartje. Ga je gang. Zeg, en als je een boterhammetje wilt, veldwachter, hier. Kijk, mijn eitje heb je nog niet eens aangeraakt. Nee, dank u wel, meneer. Ik heb al gegeten en gedronken toen ik die advertentie zag. Veldwachter, wat wil je dan? Die twee grappenmakers wil ik op de bom slingeren, meneer, met uw permissie. Maar veldwachter... Die advertentie maakt jou juist beroemd. Wat zegt u, beroemd? Ja. Saartje heeft gelijk, veldwachter. Een man van gezag, wiens mening in de krant wordt afgedrukt. Meent u dat nou? Ja. Echt, meneer? En nou sta jij hier in die krant als die man van gezag. Ja, zelfs van groot gezag, veldwachter. Ja. Ja, eerlijk gezegd, zo had ik het niet begrepen. Mm. Maar nou u het zegt, ja, ja, ik ken... Oh, meneer, ja? Nou zou ik echt mijn eitje wel willen. Oh, wachter, ga je gang. Dank u wel, meneer. Dank u wel, alsjeblieft, op veldwachter. Dank u wel. Zo, ja, vreemd, hè. Het ene ogenblik, dan denk je dat je door de modder gesleurd wordt, hè. Ja. En het andere ogenblik... Dat de burgemeester in je bad gestopt heeft. Ja, als onze krant komt, de advertentie uitknippen, goed bewaren. Nou en of, hè? Meneer. Wie heeft het eigenlijk getekend? Hey, wacht eens even, er staat een naam bij gekrabbeld. Marius Bastelein. Wat? Onze kunstschilder. Alsjeblieft. Dat is niet mis, veldwachter. Bel. Geweldig, hè, die Brom. Als twee druppels water op de echte. Je hebt er getekend. Onze kunstschilder, Marius Bastelein. Nou, Brom zit hoog op de kast als je dit ziet. Ach ja. Het is meer omdat hij ons het sein heeft gegeven om het te laten doen. Het is op zijn gezag eigenlijk dat we die advertentie in elkaar geknotseld hebben. Ik heb erom langer dan vandaag. Leer mij hem kennen, mag jij je borst maar net, die komt nog verhaal halen. Ja. Zeg, hoe vond je het dan? Wat? Huh? Jij die etalage gemaakt? Ja, maar niet alleen. Griezelig, netjes. Ja, niet alleen, maar ik heb hulp gehad. Goede hulp. Van onze wereldverbeteraar Brommetje zeker? Nee, van je beste vriendin. Van Saar? Nee toch? Ja toch, ja. Ja, ik was ermee bezig. Ik had allemaal lege doosjes en lege kistjes neergezet en daar het antiek op. En toen kwam juffrouw Saartje langs. Die zei, nee, dat moet je niet zo doen. Je moet er wat papiertjes omheen doen of een kleedje overheen leggen. Dan komt het antiek beter uit, hè.
Nou, dat heb ik toen gedaan, want ik had nog kleedjes genoeg. Kijk, hier, dat is allemaal persisch tapijtje. En daarachter heb ik nog batik. Ik vind die bloemen het mooiste. Ja, ook een idee van je vriendin. Het is hier niet een bloemenwinkel. Ah, Jaco. Nou, het is vandaag maandag. Het is de eerste dag. Het zal mij benieuwen. Hé, de eerste dag. Het is al klanten gehad. Nee, dat kan nog niet. Nee, om 9:45 komt de eerste trein. De mensen moeten nog een kwartiertje lopen, dus dat kan niet. Dat is waar. Ik denk 10:30 ongeveer. Hebben we nog een half uurtje de tijd. Nog een half uur de tijd. Zeg. Hé, wat? Ja, neem me niet kwalijk, maar als ik jou zo aankijk, hè. En jou mezelf er ook, hoor. Ja, wat dan? Nou ja, daar had ik nog niet zo aan gedacht, hè. Wat dan? We zien er zo showvol uit in ons eigen pakjes, hè. Is maar gepak waar je dan verkleed je Sinterklaas soms. Nee, maar nee, ik heb in de kamer nog wel wat beters hangen. Oh ja? Ja, zeg, als we dat nou aan gaan trekken, we zijn nou tenslotte echte antiekeers, nietwaar? Ja. We zijn echt antiekeers. Hé, we zijn echt antiekeers. Nou goed, kom maar mee in mijn kamertje. We zouden terug. Kunnen we even passen, hè? Ik heb nog wel wat. Ja, ik moet dat tellen, hè? Wat is dat nou? Want ik raak ook in de war dan. Zo, dit is een hap. Dit is een hele handel. En dan dit er nog bij. Nee, zeg. 387 gulden, zeg. 387 gulden. Ja, en weet je wat ik hier nog heb? 62,5 gulden. Nou, dat is samen, dat kan me allemaal niks schelen. Hey, en we hebben de centen, kwartjes en dubbeltjes nog niet eens meegeteld. Nee, daar beginnen we niet aan, hoor. Nee, beginnen we niet aan. Nee, alsjeblieft. Waar beginnen we dan aan? Dan blijf lekker zitten, dan zal ik eens eventjes jou wat laten zien. Want ik heb... Zal jij wat zien? Ja, ik heb hier nog een lekker flesje onder de kork. Oh, ik dacht een kurkje op de fles. Nee. Dan mag daar wel een glaasje op gedaan worden. Ja, dat vind ik ook. Zal ik een paar glazen pakken, ja? Want anders komen mijn noten drinken als ik jou hier gang ga. In de provisiekast. Zo, kijk eens. Ik heb twee glazen. Nou. Heb ze geen inschenken, want nou lust ik er wel eentje naar het getel. Nou. Hou maar. Nou. Kunnen we er lekker lang mee doen, hè? De volle maat, hoor. Hup, pak een beet. Ja. Proost, hè? Ja, op de goede afloop. Goeiedag. Nou, fijn, hoor. Wat heerlijk voor Van Dijk. Vorige week zat ik hem nog zo te beklagen. Ja, jij hebt ons op het idee gebracht. Nee, het idee was van jou. Of eigenlijk van meneer. Die had het over de stad. Ja, waar de stad al niet goed voor is, hè? Ja.
En mijn persoontje wordt weer helemaal vergeten natuurlijk, hè? Jazeker. Dat alles zo vlot verkocht is geworden, hebben jullie alleen en uitsluitend aan mij te danken. Want ik heb gezegd hoe die advertentie geschreven moest worden. Ja, en op mijn gezag krijgt het publiek vertrouwen. Je bent een echte lieverd, hoor. Man, scheid toch alsjeblieft uit. En je was toch al zo beledigd toen je de advertentie voor het eerst zag. Ja. Is om te gillen. Beledigd? Wel, nee, je voorzichtje. Alleen, ik hou niet van die publiciteit rond mijn persoon. Maar nou ben je toch wel blij? 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 Wat heet nou blij? Ach, je verzuurt, ik ben dankbaar. Dankbaar omdat ik een burger van ons dorp een dienst heb kunnen bewijzen. Je bent een edele borstelbron. Steek hem maar vooruit. Gefeliciteerd, Zwieber. Oh, dat doet ontzettend veel plezier. Zo zie je maar weer. Je bent een man met ideeën, hè? Ja, meneer. Zo in de gemeenteraad geen gek figuur slaan je. Nou ja, hartelijk dank. Het is er niet alleen van mij, meneer. Als u niet gezegd had dat in de stad die antieke spulletjes veel meer waard waren. Oh, ja, het feest is afgelopen, hè? Ja, meneer. Nog één dagje. Ja. Morgen is het zaterdag. Trouwens, het is me goed ook. Vandaag heb ik al zijn spullen verkocht. Nou, breng me gelukwens aan je vriend over. Ja, meneer. Tot ziens, Sjoerd. Dag, meneer. Wat wacht er, Saartje? Meneer. Nou, ik stap ook maar weer eens op. Ja, zeg, hey, vond je je portret eigenlijk niet mooi? Dat portret? Ja. Ja, knap getekend, hè? Zal ik jullie wat vertellen, weet je wat Cornelia gedaan heeft? Uitgeknipt en in een lijstje gedaan. Ja, hangt nou bij ons boven het buffet. Zeg, ja? Piet en ik zijn je anders erg dankbaar, hoor. Wow. Als mijn portret in de krant had gestaan, was er geen hond voor gekomen. Nee, dat is waar. Beetje zelfkennis begint een knaapje al te krijgen, je verzaartje. Zeg, die kameraad voor jou de groeten. En feliciteer hem maar van me. Ja, ik wou hem niet meteen in het huilen brengen. Maar nu je het zo vriendelijk vraagt, ik zal het doen. Voor me kijk, je verzaartje. Veld, wacht uit, dat kijken niet? We. Nee. Is toch een goeie vind. Nou, ik vind het toch aardig dat je dat nou eens zegt. Ja. Spreek jij Van Dijk nog? Ja, morgenmiddag. Waar kan het nou best alleen af? Moet ik hem wat zeggen? Ja, die pan moet nodig gesoldeerd worden. Als hij tijd heeft, laat hij dan even langskomen. Ja, voor mijn gaat, ik zal het hem zeggen. Maar ik ga er gauw vandoor, hoor. Ik heb echt het gevoel dat ik de hele dag op mijn benen heb gestaan. Nou, dag. Dag, tot kijk. Ja. De was lijkt wel een freksjakel. Ik zit me te kijken, ik zit me te graaien. Of het geen geld kost. Jongen, wat heb ik een zaken gedaan? Dan kunnen we nog wel eens een doosje met nootjes voor je kopen. Misschien wel een heel pakhuis vol. Nog geld hier, pamperen geld. Jongen. Ja, maar het is wel gevaarlijk om dat zo allemaal te laten slingeren. Ach, we brengen het weg naar de bank bij je maal. Volgende week. Vind je niet? Maar ja. We kunnen het hier eigenlijk ook beter een beetje beter opbergen. Maar waar? Wacht even. Even kijken in de winkel. Hey, wacht. Oh, ben ik zelf. Wacht even, ik zal even een lichtje maken. Dan kunnen we zien waarover we struikelen. Zo. Nou, een leeg koekenblik? Nee. Dat is zo voor de hand liggend. Een vaas? Nee, helemaal niks. Oh, wacht even, ik heb het. Dat is prachtig. Nee, Jacob, daar zal je van opkijken. Moet je zien. Nou, daar is de baas blij mee dat hij dat nog heeft. Moet je eens kijken. Kassie open. Nou, heb ik hier een fijn laadje. De motorballen zitten er nog in. Hier zo. Dan denk je dat het een gewoon laadje is. Dat zie je zo. Maar... de baas weet dat het er een is met een dobbele bodem. En dan doen we hier alle mondjes in. Ja? Ja? Ja, jij begrijpt het. Goed zo. En dat gaat dan hierin. Zo. Kastje gezien, deurtjes dicht. En dan doen we hier al het papieren geld in. Dat is geen hond die daar iets van weet. Geen muis, geen kat, geen mens die dat vindt. Hé? Ja. Nou, fijn hoor. Dan zal ik het op een onopvallende plek neerzetten. Nou, beter kan het niet. Zo. En als alles dan voorbij is, Jaco, hè, dan koopt de baas een hele grote zak met nootjes voor je. Nou, afgesproken. Nou, wat zeg je ervan, Zwiep?
bijna helemaal uitverkocht. Op een paar kleine dingetjes na. Nou, ik vind het net een sprookje. Zeg, hé, hey, even het vertellen. Dan kan je meteen volgende week weer een nieuwe advertentie plaatsen. Wat, een nieuwe advertentie? Ja. Nou, ben je normaal, zeg. Al die mensen zeker voor niks komen. Het is dat nou, alle mensen voor niks laten komen? Je hebt geld genoeg verdiend. Meteen een scheepslading spullen inkopen. En hup, zeg, hey, klaar is Kees. Oh, nee, ik hoor wel dat jij geen verstand van antiek hebt. Huh? Waar, man, jaren duurt het voordat ik weer zo'n heleboel bij elkaar gescharreld heb. Wat kijk je naar vreemd? Hey. Nou, ik bedoel, je kan toch bij de fabriek bestellen? Die mag een antiek aan de lopende band. Is het geen antiek, dan wordt het wel antiek. Ja, zeg, ga nou gauw. Fabrieksantiek. Nou, dat kan je niet maken. Dat is allemaal een bedrog. Dat is minderwaardige namaak. Daar gooi ik mijn naam mee te grabbel. Nee, Mallepietje is een eerlijk zakenman. Nou, wat Brom, een man van groot gezag, ook wel eens tegen iedereen zeggen mag. Zo is het. Oh, wacht even, zeg. Brom. Over Brom gesproken. Waar, wat is er met Brom? Wacht even. Zal ik je even laten zien. Zo. Moet je kijken. Nou, wat zeg je daarvan? Goeiedag, zeg. Nou. Psst. Dat hang je toch niet in je winkel, hè? Nee, naast mijn bedje en boven mijn buffetje. Je meent het. Nee, ik geef het hem cadeau, dit schilderij, ja. Vanwege zijn grote gezag. Oh. Daar zal hij wel blij mee zijn, hè? Blij? Hij springt een gat in de lucht als hij het ziet. Nou, dat denk zeg, ik ook wel. Hoe kom je er eigenlijk aan? Nou, kijk, toen ik merk dat de zaken goed gingen, toen ben ik naar Marius Bastelijn gegaan. Hey. Onze kunstschilder. En ik heb hem een opdracht gegeven om het portret te maken. Nou, en dat is het nou. Dat is het nou. Hoe vind je het? Nou, het is een portret om zo mee op de loop te gaan. Pak maar gauw in voor die type plotseling langs. Ja. Moet je even kijken. Ik heb nog wat. Je hebt nog wat? Ja, hier zo. Dat is voor je façaadje. Krijgt hij ook wat? Ja, die heb jou tenslotte aan het denken gezet, hè? Echt? Ja, helemaal echt. En antiek. Nou, hier. Dat is voor de burgemeester. Nou? Een snuifdoos? Ja. Je denkt toch zeker niet dat meneer de burgemeester een snuifert is? Ach, de burgemeester is gek op antiek. Ja. Hij is alles bij hem in de winkel geweest toen hij het vindt hem al in de hand gaat. En toen zo? Zei, ja, ja. Zo? En toen zei hij, dat is een prachtstok, Van Dijk. Ja. Als ik nog eens een buitenkansje heb... Hé, dat zei hij. Nou, heb je een buitenkansie? Ja. Maar ja, je weet wel, jou, mijn beste kameraad, had ik eigenlijk ook een heel fijn cadeau willen hebben. Je weet, met een gezin en vriendendiensten worden niet met cadeautjes betaald, hè? Nodig me maar eens een keertje uit om lekker te komen eten. Nou ja, eigenwijs blijf je. Ja, nou ja. Nou ja, je moet het zelf maar weten. Ja, ik moet het zelf weten. Maar ik zal wel zien, Ja, zie je maar. Ik geloof dat de laatste klant nou geweest is. Ook dat ik ga nou maar even naar je façaadje. Oh. Want ik moet nog even een pannetje solderen. En ik denk dat ik dat nou nog even doe, dan ben ik er zo af. Moet ik de winkel sluiten? Ja, wacht nou even. Ik zal even de kar halen. Ik vraag of ik de winkel moet sluiten. Nou, nee. Dat zou ik niet doen. Ik zou zeggen... Nee. Zo, als jij nou eventjes blijft wachten tot... Ja, ik blijf wachten. Tot een uur of vijf. Tot een uur of vijf? Ja. Ja. En als je dan de winkel wil sluiten... Ja, dan sluit ik de winkel. Dan kunnen nog mensen komen. Ja, natuurlijk. Je kan niet weten. Nee. Nou, en dan breng jij de sleutel nog eventjes bij je façaadje als ik niet terug mocht zijn. Oh, ja. Oké? Okay? Ja, dat is goed, ja. Voor elkaar. Nou. Hé, hey, berg dat even op als je wil. Zeg, waarom moet je eigenlijk je karretje meenemen als je een pannetje moet solderen? Zoveel rommel heb je er niet nodig. Nee, maar stil. Ik neem alles mee. Oh. Het schilderij en de cadeautjes. Ja. Nou, kan Brom met zijn schilderij pronken morgen. Dan is het zondag. Ja. Dan heb je het vast mee dus een beetje. Ja, kom voor elkaar. Ik ga hoor. Ja, hier hoor. Ja. Tot, kijk maar. Nee. Die is weg. Nou, zullen we kijken? Nou, we hebben nog ruim een half uurtje. Nee, er komt nou toch geen klant meer. Wat je weet ik ga doen, dan kan ik even een dutje doen. Jij ook? Hé, hou jij even je snavel dicht? Hé, ga ik maar even slapen. Hé, ga ik maar een dutje doen. Hé, u. Hé, bof. Thank you.
Volk. Oh, neem je kwalijk, ik ga die niet binnen horen komen. Ik was net heel diep aan het nadenken. Ja, wel erg diep. Hè? Ja. Nou, waar is de afdeling antiek eigenlijk? Afdeling antiek? Ja, staat toch in de advertentie? Maar wat ik hier zie is alleen maar al de rommel. Oh, ja. Nee, ja, dat klopt. We hadden verleden week erg veel antiek hier in de zaak staan. Ook in de etalage. Erg fijn. Mythes antiek, ja. Goed antiek, ja. Maar het is allemaal praktisch uitverkocht. Oh. Alleen wat er dan nog een beetje in de zaak staat en in de etalage, dat is er nog. De etalage? Ja, ja. Nou, daar zie ik niets voor mij bij. Zal ik me daar die hele reis voor niets gemaakt hebben? Nou, mooie boel. Ja, gaat u even zitten, meneer. Oh. Dank je. Zo. Ik zal eens kijken wat ik voor u doen kan. Kan ik u misschien helpen in een sigaartje? Nee, dank je. Ik stop wel een pijp. Oh, stop de pijp. Juist. ik heb nog een fles wijn in de kamer hiernaast. Een glaasje wijn misschien? Nee, dank je. Ik drink niet. Meneer, ook geen sigaren. Drink niet. Net een kameel. Neem die kwalijk, meneer. Zo is het niet bedoeld. Maar, kijk eens even. Is dit niet voor u? Dat klungel? Nou, klungel. Ik ben hier gekomen voor echt antiek. Niet voor al de rommel. Ja, het is... Mijn kameraad heeft verstand van antiek. Nou, roep uw kameraad dan even. Die is in de wei. Die is op Karwei. Nou, dan zal ik zelf wel even rondkijken. Tuurlijk, gaat u rustig uw gang, meneer. Ik ben... Oh, sorry. Ja, goed. Nou, dit loterijndoosje, dat lijkt me wel wat. Nog onbeschadigd en mooi gesiseleerd. Ja, ja. Ja, dat lijkt me wel iets te wezen. Ja, dat is wel... Pres? Draag nog een oude glooie en daar houdt u van, dat weet ik. Weet je wat, ik heb nog een flesje staan, dan ga ik even... Ik vroeg je hoeveel dit doosje kost. Juist meneer, het gaat niet om het luchtje, maar het gaat om het doosje. Ik heb nog een lekkere fles... Oh, deur staat hiernaast. Ik vroeg je wat dit doosje kost. Doosje, kost het doosje? Nou, vraag wat het kost. Hé? Hey? Oh, er staat geen prijs op, dus zegt u maar wat het u waard is. Nou, Rijksdaalder. Ja, is goed. Zal ik het voor u inpakken? Nee, wacht nog even. Ik wil nog even verder kijken. Deze oogst is wel een beetje erg matig, niet? Ja. Nee, meneer, daar kan u niet. Het is privé. Er staat alleen maar rommel. Oh, mag ik daar niet even rondsnuffelen? Nou ja, snuffelen. Of meneer, even snuffelen. U gaat maar snuffelen, meneer. Plant is koning. Nee. Nee, dat is niet doen, meneer. Hey, kijk eens, meneer. Heb ik van zijn galing gevonden. Ja, zeker. Dat is wel een mooi kastje. Ja. Het is jammer dat hij beschadigd is, hè? Ja, het is... Het is echt antiek. Kijk u maar, ik zal het u laten zien, meneer. Ik heb twee deuren. Laadjes, kunnen open. Eén, twee, vier laadjes. Mijn collega erg aan gehecht. Zeg mag die. Wet. Met die laadjes, die zijn allemaal leeg. Ja, laadjes zijn leeg, ja. Ja, vindt mijn collega altijd leuk. Die speelt altijd met die laadjes. Dan is hij een beetje zoet s'avonds. Begrijp je wel? Oh. Nee, want niet alleen. Nou, kan ik het kopen of niet? Ja, het is, ja. Ja, wat? Het is niet goedkoop. Hoeveel? Hoeveel? Laten we zeggen, natuurlijk met 10 gulden. 5 gulden. 7, 5 gulden. Hij is helemaal beschadigd. Laten we zeggen, ook alweer op de duur bent, 4,50. Nou, pak maar in. Pak maar in. Ik dacht ik. Jip, dat is. Zo. Om hoe laat gaat de volgende trein? De volgende trein die gaat om 5:25, meneer. Even kijken, 5:25. Dat is 5 minuten voor 5:30. Nou, je hebt alle tijd hoor, meneer, want het is maar een kwartiertje lopen. Wacht even, ik zal er even een keurig koordje. Een koortje om aan je doen, hè? Dat ben ik erg goed zin, hoor, inpakken. Ik wil die graag dat onderweg iets mee gebeurt. Het is toch een bijzonder kastje, begrijp je wel? Het is een kastje waarvan je zegt, daar moet ik voorzichtig mee wezen. Oh, ik zit mijn vinger ertussen, die heb ik zelf nodig. Kind kan de was doen. En die doet nou de was. Dus kijk eens even, ja, meneer.
Zie je nog een klein lusje aan? Kan u dat vragen? Of niet natuurlijk. Tenminste, die lange reis niet helemaal. Voor niets gemaakt. Hopelijk, hè? Even na het tellen graag. Kom maar, neemt u maar mee. Goedemiddag. Dag meneer. Oh, tot ziens. Zo, kijk eens. Vier over piek. Nou, hé, weet je wat wij doen? We gaan de winkel sluiten en dan gaan we meteen naar de Malle Pietje, naar jouw baas, om hem te vertellen wat voor een buitenkansje of vergaat hebben. Oh, Van Dijk, wat heb je ons allemaal vreselijk verwend. Ja, het is werkelijk te erg, hoor. Ik ben ontzettend hebben nopjes met deze prachtige snuifdoos. Hoe wist je dat ik hem zo mooi vond, Van Dijk? Nou, meneer de burgemeester, ik heet dan wel Malle Pietje, maar ik heb nog wel een paar hersentjes in mijn koppetje. Veldwachter, zeg jij niks? Oh, neem me niet kwalijk, mijn zaadje. Ik ben daar helemaal stil van. Ja. Dan moet u nog eens kijken. Die onderscheiding, is die niet prachtig? Ja, het is erg mooi. Nou, het wordt een echt pronkstuk in mijn huis, hoor. Van Dijk, eerlijk hoor, hartelijk bedankt. Graag gedaan, hoor, Brom. Dank je. Ja, natuurlijk. Dank je. Oh, daar is Fiebertje. Ja. Binnen, wat komt voor. Dag, Suber. Kom binnen. Ja. Je voet even. Ja. Net als ik dacht, alles en iedereen in feeststemming. Ja, jij komt de feeststemming nog verhoog, hè, Suber. Ja. En als u eens wist met mij, meneer. Oh, ja. Met de winkelsleutel. Laat er gezellig bij zitten, Suber. Nee. Zo. Van Dijk heeft ons vreselijk verwend. Ja, we zijn echt verlegen van het. Het is werkelijk te gek, Van Dijk. Ja. Zeg, heb je mij al gezien, Zwie? Ik zie jou elke dag. Nee, dat bedoel ik niet. Hier, dat schilderij. Indrukwekkend. Hoeraai, Veldwachter, is genoeg. Krijgen de bibbers van. Kijk eens, zie je het? Nou, maar meneer, die heeft gelijk, hoor. Van Dijk heeft ons schandalig verwend. Ja, mensen, hou nou alsjeblieft op. En jullie hebben geen idee ervan wat ik allemaal verdiend heb deze week. Geld goed opgeborgen, Van Dijk. Nu onze Veldwachter alleen maar zijn portret bewaakt. Als er dus een inbreker bij je binnenkomt, hè? Maakt u zich daar geen zorgen over, meneer de burgemeester. Mijn kameraad heeft de winkel goed op slot gedaan. Mooi. En in de tweede plaats heb ik mijn kapitaal veilig gesteld in mijn kamertje. In een heel bijzonder kastje. En in de kastje zit een geheime la. Die weet ik alleen maar. Wat is er? Wat heeft die nou opeens? Een kastje. Waar ga je naartoe? Ach, juffrouw Saar, je maakt je daar geen zorgen over, want hij maakt ons gewoon een schrikken. Echt zwiep. Hij komt zo wel weer terug, hoor. Echt zwieper. Ja, die houdt de boel altijd voor de gek. Ga dan maar even kijken. Nee, blijf je alsjeblieft zitten. Nee, dan sluit ik de deur wel even. Ja, natuurlijk, heb je groot gelijk. Dat moet je niet doen, juffrouw Saartje. Hij houdt je voor de gek. En als je er nou in zou trappen, dan heeft hij dubbel veel plezier. Ja. Dat zegt wie? Ja. Schitterend. Die Van Dijk valt niet, hè? Schitterend, schitterend. Nee, maar niet kwalijk. Thank you.
begrijp het toch niet. Hoe lang is hij nou al weg? Juffrouw Saartje, maak je toch geen zorgen. Die zit natuurlijk in een vergulde kip achter een paar biertjes en praatjes en praatjes. Oh, man. Ja, maar bij mijn kameraden sta je altijd voor verrassingen, hoor. Mm. Ja, jullie... U en jij zullen misschien wel gedacht hebben... waarom geeft Malle Pietje zijn beste kameraden geen fijn cadeau of zo, hè? Misschien is hij daar wel boos om weggegaan. Wel, nee, zo is Wiebe toch helemaal niet? Nou, het zou me niks verwonderen. Misschien hebben we wel gelijk, Van Dijk. Nou ja, die gedachte is niet eens bij me opgekomen. Nee, ja. Maar, lieve mensen, ik moet je vertellen, ik heb het hem wel gevraagd, hè. Mm. Ik heb mijn beste vriend gevraagd of hij wat zou willen hebben. Ja. Maar hij wou helemaal niks. Ja, en toen heb ik er zelf wat op bedacht. Ja. Wat dan? Ja. Ik heb een spaarbankenboekje genomen. Oh. En daar heb ik 15 gulden op gezet. 15 gulden? Dat is ontzettend leuk. Voor het geval als de nood nog eens aan de man komt. Oh, maar dat zal hij reuze blij mee zijn. Wat lief van je, Van Dijk. Nou ja, maar ik zeg het hem niet, hoor. Want dan krijg je de grootste trammel. Nee, natuurlijk. Oh, ja, misschien van Subertje, meneer. Mag ik even langs, mag ik even langs. Zo. Ja, meneer. Ja, hallo met de burgemeester. Ja? Wat zegt u? Iets met Zwiebertje? Maar ja, dat moet toch een misverstand zijn. Hoe noemt u dat? Treinroof? Nou ja. Nee, ik beschouw het helemaal niet als een grapje. Nee, ik sprak alleen over een mogelijk misverstand, ja. Ja, ik zal direct onze veldwachter sturen. Ja, goeiedag. Wat hoor ik daar, meneer? Zoiets van een treinroof? We zullen wel zien, veldwachter. Ja, meneer. Ga onmiddellijk naar het station. Neem mijn fiets maar. Iets met Zwiebertje. Tot Joris. Heel lachbaar, hè? Ja. Toch geen ongeluk, meneer? Ik snap het niet. Nee, geen ongeluk, Saartje. Jammer. Het was zo'n gezellige avond. Kom mee. Ja, ik weet van niks. Ja, als ik het allemaal weet. Hier, hoor. Ik heb een verkeerd kastje genomen. Kom maar niet schelen. Kom op, opschiet ermee naar de burgemeester. Kom op. Zo. Ach, arme mensen, meneer Van Borselen, wat moet u nou al niet van mijn kameraad gedacht hebben? Ja, het was wel de eerste keer in mijn leven dat ik door een wildeman beroofd werd. Ja. En Sweet, wat zal jij geschrokken zijn toen ik de mensen vertelde waar ik mijn geld had verborgen? Nou, maar roep, het was net of ik door de grond zonk. Ja. Het was net of ik een klap op mijn kop kreeg. Ja. Ja, Van Dijk, laat jij ons nou eens zien hoe dat kastje werkt? Ja, Van Dijk, laat het zien. Ja, dan zal ik het even demonstreren. Moet je opletten. Dat is een kastje met twee deurtjes. Ja. Deurtje open en dan zie je alle gaar laadjes. Oh, ja. En trek ik het onderste laadje eruit. Ja. Zie je wel? Ja, maar er zit toch niks in? Nee, dat klopt. Dat denk je tenminste. Het is er een met een dubbele bodem. Oh. Haal ik dat eruit. Ja. En wat zien we nou? Kijk eens even. Allemaal geldje. Oh. Daar ben ik blij mee, hoor. Ja, dat geloof ik. Jongen. Ja. Kijk, en dan achter zit nog een schuivertje. Ja? En als ik dat ophaal, dan komt de rest van mijn geld. Alsjeblieft. Ja, verdraaid. Prachtig, hè? Dus als dat kereltje die... zeg eens, hoe heet jij ook weer? Nee, Zwiebertje, meneer. Ja, dus als jij Zwiebertje een paar minuten later was gekomen... zo kun je nog eens antiek kopen, hè? Ja. Zeg eens, Van Dijk, dat kastje blijft toch mijn eigendom, hoop ik? Ja, dat wil zeggen, ik moet eerst eventjes mijn geld bij elkaar zoeken. Ja. Zeg, Zwiep, wat heb je meneer Van Borsel al laten betalen? Wacht eens even, dat was, 4,50 gulden. Ja, dat klopt, hè? 4,50 gulden. Nou, vooruit. Kijk er eens aan, meneer Van Borsel. Alsjeblieft. Hoezo? Maar ik dacht toch dat ik dat kastje mocht Ja, dat mag behouden. U behouden. Dat krijgt u van mijn cadeau op de goede afloop. Nou, het heeft me wel een dosis schrik gekost. Ja, en ik heb er nog een trein moeten voor missen ook. Ja. Bedankt, Van Dijk. En als je nou nog eens een antiek week houdt, waarschuw me dan even. Ja. Hè? Dan kom ik ook weer opdagen. Ja. Ik zie u graag, hoor. Saartje, schenk eens in, hè? Ja, meneer. Ik heb al in geschoten. Een sigaar, meneer Van Borselen. Nee, dank u wel, burgemeester. Meneer Van Borselen, die rook geen sigaar, alleen pijp. Oh, drinken die ook niet. Chocola wel. Oké, ik kom er even bij zitten. Ja, gezellig, zie je. Nou is alles weer in orde, hè? Ja. Nou, en dan is het morgen zondag. En dan kom jij bij mij voor visite. En dan krijgen we kip, gebakken. Aardappeltjes
en appelmoes. Nou? Oh. Nee, weer kip. Ja. Het is een week geweest waarin alles om geld draaide. Dus niks voor mij, meneer. Nou, je lacht weer, hè, Zwieber? Ja, meneer. Met echte vrienden moet een mens pas gelukkig wezen. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag, Zwiebertje. Dag, kindertjes. Dag, Zwiebertje. Dag, kindertjes. Tot weerziens hoor.